Ga je de sheets weer opstarten? Dan ga ik weer opstarten. Moet ik weer even de screen share. En dan ga ik weer naar de... Hopelijk gebeurt het nu. Ja. Ja? Ja, je kunt het nog in groot scherm zetten. Ja, oh, oké. Okay. Ja. Ik had het er net al over... Dus ik heb het steeds over twee dingen. Hè? Dus de ruimtelijke consequenties van transities. Van de een naar de ander. En hoe kun je dat samen versterken. Maar ook gelijk naar die andere sturingsbenadering. Die nodig is in deze tijd. De omgevingsvisies zijn wel natuurlijk een uitdrukking van deze nieuwe tijd. Als je daar wat meer naar kijkt, naar die omgevingsvisies, dan constateer ik een paar dingen. Dat over het de grote, wat is het, dat er gedeeld beeld is over de grote opgave van onze tijd. Ik herinner me dat ik in 2015 bezig ben geweest met het jaar van de ruimte. En toen was het nog heel erg zoeken, wat is de agenda? Die agenda is eigenlijk redelijk stabiel. En wat ik ook merk is dat, of je nou naar de gemeente Bladel kijkt, of de provincie Gelderland, of het Nationale Omgevingsvisie, wordt veel aandacht besteed aan verwoording en verbeelding van die visies. Maar dus met de intentie dat daarmee burgers, de inwoners van dit land, worden bereikt. Maar... Dan kom ik mijn derde punt. Het is toch vooral iets wat bestuurders en ambtenaren heel erg bezighoudt. En wat op een hele grote afstand zit van die burgers. En mij bereikt het nog wel, maar mijn buren absoluut niet. En wat je ook ziet is dat... Ja, er is wel op papier worden wel integrale thema's bedacht. Dus dan komen de dingen bij elkaar en dat is mooi. Ik zie Mark Kemperman knikken, die heeft aan Gaaf Gelderland flink getrokken. Dat ziet er best goed uit, maar het is geduldig papier. En wat ik moet constateren is, ze spelen op geen enkele manier een rol bij de actuele politieke dossiers. Bij de stikstofbrief van het kabinet, ja, er wordt wel lippendienst en footnote, maar er is geen sturend plan van waaruit je dan ook naar deze dingen kan. Droogte, geld voor woningbouw, de biodiversiteitsproblematiek, energietransitie met de ressen is een heel mooi voorbeeld. En daar zit een enorm gat tussen abstracte visies en de concrete werkelijkheid op dit moment in het land. En ik denk dat het heel belangrijk is om echt stil te staan bij, ja, wat werkt er dan nu tegen? Waarom komt dat niet van de grond? Want sommige verlangens van mij, die heb ik al jaren. En blijkbaar loont het om het toch anders te doen. Loont het om korte termijn sectoraal te werken. En je kan je ook voor de transitie natuurlijk ook heel belangrijk om je af te vragen, wat helpt nu mee? Nou, een van de dingen die echt tegenwerkt is dat nog steeds, was volgens mij Wubbo de Boer, ooit DG bij Economische Zaken, later bij Verkeer en Waterstaat, die zei, die had het altijd over de ijzeren ring rond Den Haag, in ieder geval rond de overheid. En als je daarnaar kijkt, dan is die nog ongeveer hetzelfde als toen de tijd. Dus Bouwen Nederland, LTO Noord, Shell, KLM en Schiphol, BOVAG, RAI, ANWB, nou ja, noem ze maar op. Dat rijtje zou ik tot deze week ook VNO-NCW hebben genoemd. En nou ja, als er één ding is waar ik in ieder geval blij van word deze week, is dat een totaal andere tone of voice vanuit VNO-NCW komt als het gaat over deze transities. Dus dat is, die kan mee met, wellicht gaat het meewerken. Ik denk dat het mee gaat werken, want ze hebben echt grote invloed. Politiek en media houden elkaar natuurlijk ongelooflijk gevangen op de korte baan. Bij de toeslagenaffaire zie je het voortdurend gebeuren. Nu is het weer schande, maar daarvoor was het schande op de fraude. Om maar een voorbeeld te noemen. Maar, ja, en dan, daar ging ik natuurlijk voluit op deze sheet, maar dat de ambtelijke cultuur, de naar binnen gekeerde ambtelijke cultuur, die blijft een belangrijke factor. Met beleid belangrijker vinden dan uitvoering, je eigen institutie, heel erg veel energie
met jezelf en met elkaar. Yes, minister. Vooral heel druk bezig zijn. Personele wisselingen. Dus ik word helemaal gek van wie moet ik nou hebben bij de provincie Gelderland of bij de gemeente. Zelfs bij die gemeentes is dat steeds, oh ja, nee, er is weer iemand anders. En die, ja, die gaat zich dan weer inwerken en dan ben je weer weg. Nou goed, er zijn ook heel mooie voorbeelden hoe het anders is, maar daar kunnen we het zo meteen over hebben. En in mijn vakgebied, die RO, daar had ik eigenlijk niet eens op nationaal niveau had ik het wel door dat er iets flink weggesneden werd. Maar dat is op provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau ook gebeurd. En alles wat zeg maar verbinding had, we hadden vroeger inspecties, de streekplannen waren belangrijk. Nou, al die dingen die zijn er niet meer, dus ook die intermediaire dienstlandige gebieden niet te vergeten. In de uitvoering hebben we eigenlijk alleen nog maar RWS. Dat is toch allemaal een beetje verarmd. Nou, wat helpt, wat mij enorm helpt, zijn vernieuwende praktijken en netwerken. Dus mensen en praktijk die laten zien, het kan wel. En daar zitten vaak innovatieve bestuurders en ambtenaren achter. En gelukkig hebben we in Nederland ook nog sterke kennisinstellingen. En ook wel op rijksniveau. Bijvoorbeeld zoiets als een, ik noem dat toch een beetje een soft space, als het College van Rijksadviseurs. Waar Bernard tot voor kort deel van uitmaakte. Ik ben erg benieuwd voor vanmiddag om te kijken, goh, hebben jullie nog meer dingen in deze analyse van wat werkt nou tegen en wat werkt mee? Nou, in de richting waar ik zou willen gaan, en dat is ook eentje die ik met Casper nog wel wat zo meteen wil doorspreken. Op rijksniveau, nou, ik zou daar vanmiddag niet te lang bij stilstaan, maar daar moet echt wat gebeuren. Er zijn gelukkig velen het over eens dat er iets moet gebeuren. Nou, ik ga dan voor een verzetminister voor de leefomgeving. Maar laten we alsjeblieft vanmiddag niet over de indeling van de Rijksdienst te veel praten. Maar wel, zullen we ja, doorgaan naar de voorbeelden? Want we lopen een beetje ja, in de tijd. Nou ja, een belangrijk punt wat ik met Casper wel wil spreken. Volgens mij is centraal of decentraal waar we een beetje in gevangen zijn. Hè? Zodra je roept meer regie bij het Rijk. Ja, dan roept een ander deel. Ja, maar dat gaat dan verder van de mensen af. Volgens mij moet je dat combineren. En moet je dansen door de schaalniveaus. En is mijn grote zoektocht, hoe kan je dat doen, zoals burgemeester Jan Lochem dat noemt, bottom-based, zodat je niet vanuit de instituties, maar vanuit de samenleving naar die kaart van Nederland of die kaart van de regio kijkt. En hoe kan je investeringsprogramma's aan de plannen verbinden? Nou, samen om de tafel bij die kaart, samen pionieren is volgens mij echt wat we de komende tijd moeten doen. Niet die instituties centraal, maar de samenleving centraal is ook wel iets waar we lang over praten, maar hoe doe je dat dan? En adopteer een praktijk, adopteer landmakers die die nieuwe wereld, die toekomst naar je toe kunnen brengen. Nou, vanmiddag heb ik er eentje, hier zie je de hoofden van de mannen en vrouwen die in Leeuwarden Culturele Hoofdstad op de tentoonstelling Places of Hope naar voren waren gebracht als inspiratiebron. Nou, één daarvan is Klaas Hietse. Die was toen de vertegenwoordiger van Kening van Krijden. Inmiddels heeft hij dat wat losser gelaten en is hij bezig met de Blue Delta in Noord-Nederland. En als ik hem zie, dus bij uitstek, Klaas Hietse, ben jij voor mij iemand die voortdurend verbindt, alles verbindt, kunst en cultuur, met ruimtelijke ordening, met landbouw, met natuur. Fantastische concerten heb je laten organiseren. Dus Klaas Hietse, voor mij is de vraag aan jou. Ja, hoe doe je dat nou in Noord-Nederland? Hoe heb je dat gedaan bij Kening of de Krijden? En hoe wil je dat nou gaan doen voor heel Noord-Nederland? En ook bij jou weer, wat staat in de weg en wat helpt? Is maar even naar Klaas Hietse. Ja, mooi. Dankjewel, Hans. Ja, heel herkenbaar trouwens wat je allemaal vertelt. Hè? Ook vanuit de dagelijkse praktijk. Lopen we het natuurlijk heel vaak tegenaan dat rijksoverheid, provinciale overheden, gemeentelijke overheden niet met elkaar synchroniseren als het over ruimtelijk beleid gaat. De POVI, GOVI en NOVI's van deze wereld, dat zijn allemaal zeg maar, op zichzelf staande instituten aan het worden zonder de samenhang. En dan kom je dan in de praktijk kom je dat tegenaan. Nou, wat we proberen te doen is eigenlijk, en dat hebben we deels ook geleerd trouwens van Places of Hope, hè? Hans, dat mag je jezelf ook nog een beetje aantrekken, is het proberen te werken in soft space aanpakken.
En Kening van der Rijden als burgerinitiatief in 2012 begonnen. Is een hele netwerkgroep die bezig is rond het thema biodiversiteit. En in die groep zitten ambtenaren, boeren, wetenschappers, kunstenaars. Dus dat is al een soft space. Dat hadden we toen nog niet een naam gegeven, want we wisten niet dat dat zou heten. Totdat jullie kwamen in Leeuwarden, toen noemden jullie dat soft space. Zeiden, oh ja, dat is eigenlijk wat wij zijn. Dus die vorm zit inmiddels een netwerk van 150 mensen in, die samen bouwen aan dat vraagstuk van biodiversiteitsherstel. En dat is een community van mensen die, zeg ik altijd maar, op buikgevoel elkaar treffen. Dus dat betekent dat ze samen zeggen, wij zijn bezig met dit vraagstuk en we willen dat naar volgende generaties proberen te brengen. Even los van waar we vandaan komen, wat onze achtergrond is. Hè? En iedereen probeert een onderdeel van die puzzel te doen. En wat we daarin ook heel centraal proberen te stellen, is dus dat dat niet een hiërarchie is, maar als netwerk, als common eigenlijk probeert te werken. En dat je daardoor ook heel veel invalshoeken op de inhoud van zo'n onderwerp krijgt. Dus dan gaan kunstenaars er mee aan de slag, dan gaan boeren mee aan de slag, ondernemers mee aan de slag, mensen in het onderwijs, ambtenaren vanuit een beleidsoptiek. En daardoor zie je langzamerhand dat dingen gaan bloeien en uiteindelijk ook tot resultaten leiden. En ik denk dat zo'n Kening-netwerk is een voorbeeld van, en de spin-offs die daaruit voortgekomen zijn, zijn Living Labs voor Natuur Intensieve Landbouw die ontstaan zijn. We hebben veel invloed gehad bij het ontstaan van het Deltaplan Biodiversiteit in Nederland. En nu ook gisteren was wel mooi in het nieuws, het Grutto-plan, het aanvalsplan Grutto, in de Tweede Kamer volop besproken. En dat zijn eigenlijk allemaal spin-offs uit die community van mensen, hè, die eigenlijk de afgelopen jaren gevormd zijn rond dat onderwerp. En er komen allerhande spin-offs uit voort. En het leuke is dat het eigenaarschap dus ook gedragen wordt door heel veel mensen. Ik ben dan soms nog een beetje de mid-mid van die groep geweest, maar inmiddels is er ook weer een nieuwe mid-mid, Marcia, die dat verder brengt. En die methodiek zou je kunnen zeggen, Hans, die proberen we ook eigenlijk nu toe te passen op het vraagstuk van Noord-Nederland. Wat is nou voor de komende 10, 20 jaar de belangrijkste opgave waar we daarvoor staan? En hoe kunnen we dat nou niet of een beetje los zien van alleen maar coalitieakkoorden, dus zeg maar wat in politiek bestuurlijke gaat, maar wat is ook in het maatschappelijk veld gaande? Dus we proberen, en dat doen we onder de missie van de Blue Delta, waarbij we eigenlijk de oogpunten van de perspectieven van de SDG's gebruiken om naar de toekomst van onze noordelijke regio te kijken, hoe we daar uiteindelijk ook die brede welvaart voor de noordelijke regio kunnen realiseren. En ik was net zo blij als jou gisteren, Hans, dat ook VNO-NCW die gedachte van we moeten meer naar brede welvaart gaan, dat omarmd is. In Noord-Nederland is dat al een tijdje, zoemt dat op allerhande manieren. Het coalitieakkoord bijvoorbeeld in de Friese regio heet Geluk op één, dus dat gaat in de kern daar heel erg over. Dus je ziet dat eigenlijk een breed gedragen concept is. Alleen wat we nu proberen te doen met die Blue Delta ontwikkeling is daar een brede maatschappelijke beweging van te maken met hetzelfde wat we met dat Kening-netwerk gedaan hebben. Van burger, wetenschapper, boer tot wie zich maar als vertegenwoordiger voor die toekomst van die regio wil inzetten. Dus dat is een beetje wat we beogen en proberen. En dat is altijd een heel precair proces. Politiek vindt het soms wat ingewikkeld. En die denken, ja, dat is toch ons werk. En dan proberen wij weer te zeggen, het is niet politiek. En dus je zit natuurlijk in die maatschappelijke research, zoals we dat noemen. Dus je bent met opgaves bezig die eigenlijk voor de coalitieakkoorden uitlopen. En dat hebben we natuurlijk niet geïnstitutionaliseerd. Daar hebben we geen vormen voor. Dus wij proberen met dat Blue Delta verhaal een maatschappelijke context te creëren waar die discussie en de dialoog en de werkateliers kunnen ontstaan. In de vorm van een softspace, een soort kraaiennest noemen we dat ook wel eens een beetje over de toekomst van ons gebied. Wat is nou, als je de grootste weerstand wat jij nou in de afgelopen jaren tegen bent gekomen, en je zegt, ja, als we daar nou iets systemisch aan kunnen doen, dan wordt het leven zoveel makkelijker. Een van de dingen, een van de mooie landmarkprojecten in het noorden is bijvoorbeeld Holvert aan Zee, een prachtig project. En dat is ook zo'n missiegedreven, lange termijn opgave die misschien wel over 20, 30 jaar gaat. En dat gaat ook, wij zijn met het biodiversiteitsthema aan de gang geweest, of de landbouwtransitie. Dat zijn processen die 20, 30 jaar duren. En dat leidt ertoe dat in politieke omgevingen daarvan heel gauw al gezegd. Dus we steken liever die 100 euro die we mogen die steken we nu in de komende 3-4 jaar. En dus dat betekent ook in het noorden dat er heel weinig ruimte is om die maatschappelijke dialoog voor die lange termijn te organiseren. En dat komt dus ook voor een deel, niet zozeer omdat de politici volgens mij niet willen, maar er ook een soort gebrek aan kennis is over hoe lange termijn transities werken, hoe je missiegedreven met onderwerpen omgaat.
Dus je kunt daar ook als overheid, in dit geval ook als je gedeputeerde bent of wethouder, je kunt er eigenlijk geen vragen over stellen, omdat je de kennis er niet van hebt. En dat is geen verwijt aan de mensen hoor, want het is gewoon een soort kennisonderdeel waarvan je zegt, ik kan me een heel mooi voorbeeld, toen wij met die landbouwtransitie begonnen, Hans, hadden wij in het Natuurmuseum in Leeuwarden een bijeenkomst met Pabu Titounel. Dat is een hoogleraar op het gebied van landbouw, internationaal hoe zeg maar. En die zat in het Natuurmuseum in Leeuwarden, zat met 150 man in de zaal, dat komt toen nog. en die vertelde eigenlijk de Nederlandse landbouw, jongens, jullie, en die zette onze spiegel voor, hè? En daar zaten statenleden in de zaal, en die hadden een totaal nieuw verhaal gehoord. Die hadden er nooit, hé, wat vertelt deze man? En toen dacht ik, hoe worden eigenlijk die statenleden geïnformeerd? En die worden allemaal door het hele bestaande systeem natuurlijk geïnformeerd. Dus het is logisch dat die ook niet weten dat er heel wat de problematieken soms zijn. Dus het is een dus denken en kennis hebben van hoe maatschappelijke transities en missies, hoe dat werkt. En je begrijpen wat je dan ook als overheid kunt doen. Dus dat je ook begrijpt waarom die maatschappelijke ruimte voor landmakers nodig is. Hè? Niet om die, je kunt dat niet altijd verwachten dat mensen dat heel veel in vrije tijd doen. Hè? Ik heb zelf ook in dit soort ontwikkelingen als kening. Ja, ik bedoel, ik deed een uurtje factuurtje werk om anderzijds dat keningwerk te kunnen doen. Hè? Omdat daar gewoon geen structuren voor zijn om die maatschappelijke opgaves voor te geven. Nou, daar zou je van kunnen zeggen. Dus het ontbreken van kennis hoe dit soort dingen werken, leidt ertoe dat je eigenlijk ook geen onvoldoende randvoorwaarden hebt om dat ook aan de voeten te geven. Dus dat is wel een punt van. Daarmee leg je ook een bruggetje, misschien dat Casper in beeld kan komen. Casper. Naar zeg maar de instituties en wat voor voorzieningen daar, want het is toch belangrijk dat je die ruimte wel kan creëren. Ik zag, Casper, dat jullie hebben ook samen een droom over die kathedraal voor Noord-Nederland. Die hebben jullie samen volgens mijn opiniebijdrage in Trouw gegeven. Casper, wat zie jij als belangrijkste wat er moet gebeuren in dat institutionele gebouw wat we hebben? Ja, Hans, ik kijk als bestuurskundige naar deze thematiek. Hè. Dus mijn achtergrond in RO is erg beperkt, maar ik ben wel geïntrigeerd door de toenemende ruimtelijke verschillen en de bestuurlijke en beleidsmatige hantering daarvan. Dus daar van die kant benader ik deze thematiek eigenlijk. En inderdaad, Klaas Sietse en ik samen ook nog met Teunis Piersma, de vogeltrek-hoogleraar, hebben wij de handen ineengeslagen de afgelopen maanden eigenlijk. En dat leidde tot verschillende opiniebijdragen in de kranten eigenlijk. En waar wij inderdaad wij werpen de blik eigenlijk op de wat verdere toekomst. Omdat heel veel van deze discussies toch zich afspelen binnen de vierjarige cyclus van een kabinet of een statenperiode enzovoort. En we hebben ons daar eigenlijk laten inspireren door de gedachte van wat voor stappen moet je nu zetten om te zorgen dat ons nageslacht over 7 generaties met enige dankbaarheid terugkijkt op deze periode. Casper en Hans, ik ga jullie heel even onderbreken, want ik ga vragen of jij een paar mooie hartekreten of lines mag maken, want de mensen staan te popelen om in de breakout rooms te gaan. Dus we lopen een beetje uit, maar het is ook fijn om het iets puntiger te maken. Als je zou kunnen, de Casper. Ik wil je niet onder druk zetten, maar ik wil je wel even uitnodigen daartoe. Ja, vind ik prima. Er is altijd een beetje een balans, hè, daartussen. Ja, vind ik prima. Maar stel me dan ook even een puntige vraag. Dan kom ik daar met een puntig antwoord op. Een vraag die mij heel erg bezighoudt is, hoe krijg je nou die betrokkenheid, die bottom-based benadering, als je nou bezig bent in Noord-Nederland, dan ben je op landsdelig niveau bezig. Dan zit je dus weer tussen de bestuursniveaus in. Mm. Ik ben hier zo bezig op het lokale niveau. Ik zie het regionale niveau. Het zijn allemaal relevante niveaus waarop je plannen kan maken die samenhangend zijn. Alleen, hoe krijg je daar de betrokkenheid? Noem het maar democratisch. Gat speelt voortdurend een rol. Hoe ga je daarmee om? Wat is jouw beeld daarbij? Hoe je dat beter zou kunnen doen?
Nou, ik denk inderdaad wat jij al aangaf, hè, het tijdperk van je gaat erover of niet, dat laten we achter ons. En we werken samen tussen de bestuurslagen aan deze oplossingen. Maar waar we ook goed naar moeten kijken, en dan kom je toch weer op de rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking terecht. Aan de ene kant heerst daar in mijn waarneming enige handelingsverlegenheid, omdat men denkt van, oh, maar we houden onszelf voor dat we toch vooral in een gelijkwaardig partnerschap werken en kunnen we dan wel sturen en kunnen we dan wel landsbrede afwegingen maken. Nou, ik denk dat daar iets moet gebeuren. En ook wel aan de kant van, heeft ook wel een beetje, werd al door iemand gezegd, de sectorale verkokering binnen het Rijk, dat we daar goed naar moeten kijken. En dat heeft voor een deel mee te maken, en dat is dan mijn laatste opmerking, met als we het hebben over de toekomst van het landelijk gebied, dan kom ik in mijn onderzoek vooral tegen dat vanuit het Rijk gekeken wordt naar de problemen in het landelijk gebied, bijvoorbeeld stikstof, bijvoorbeeld de energietransitie die daar gerealiseerd moet worden, terwijl het landelijk gebied zelf, die gaat uit van de problemen van het landelijk gebied. En behalve de stikstofproblematiek en de energietransitie, spelen daar ook andere thema's zoals het economisch toekomstperspectief, het voorzieningenniveau enzovoorts. En ik denk dat juist een koppeling tussen die verschillende dossiers over de beleidskolommen heen, dat daar de sleutel naar oplossingen ligt. Oké, Casper. En hoe zou je dat aan de orde stellen? Heb je daar suggestie bij? Nou, ik denk twee dingen. Natuurlijk moet een departement wat zich buigt over ruimtelijke vraagstukken moet in ere hersteld worden. Dat is niet zozeer een revolutionair idee, maar dat is gewoon een vergissing die rechtgezet moet worden. En ten tweede moeten we ook kijken naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en de stelselverantwoordelijkheid voor het binnenlands bestuur. Omdat we behalve te maken hebben met een ruimtelijke verrommeling, ook een bestuurlijke verrommeling met al zijn regio-indelingen, waardoor integraliteit in dat landelijk gebied op dit moment heel erg bemoeilijkt wordt. Ja, dit zijn mooie dingen om door te denken en om aan te gaan haken voor de mensen die dat willen. Hans, ik zou eigenlijk een stokje van je over willen nemen, maar wil je nog iets afrondends voor jouw introductie zeggen? Want Nee, volgens mij kunnen we naar de groepen toe, want ja, volgens mij zijn deze twee hoofdvragen en wat we nu er net even besproken hebben, dat is toch de vraag ook in de groepen. Ja, precies. Oké, dan ga ik jullie uitnodigen naar de groepen toe. Dat gaat...